Laten we eerst nog eventjes ook toch naar vanavond, want er, burgemeester van Amsterdam die doet een opvallende oproep. Burgemeester Halsema doet een oproep aan de ondernemers in het centrum, in het Wallengebied, om terughoudend te zijn in de verkoop van alcohol aan voetbalsupporters. En zij doet dat omdat het vorig jaar iets minder goed lukte om de stad heel te houden. Dit zijn beelden van maart 2018, toen Nederland tegen Engeland speelde. Duizenden dronken Engelse supporters zorgden toen voor veel ellende in de stad. Nou, Halsema hoopt dit soort taferelen dus te voorkomen en vraagt eigenaren van supermarkten en winkels om dus hun verantwoordelijkheid te nemen en geen alcohol te verkopen of in ieder geval daarin terughoudend te zijn. Nou, veel ondernemers vinden dat toch wel een beetje vreemd, dat bij hen wordt neergelegd en niet bij de politie. Ja, meneer Elian, wat vindt u? Ligt die verantwoordelijkheid ook bij de ondernemers? Een beetje. Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Omdat het ook weer zo is, mensen drinken in een gelegenheid ontzettend veel en gaan dan buiten herrie schoppen en rellen. Dus ik vind ook wel dat een ondernemer in sommige gevallen best mag zeggen, tot hier en niet verder. Maar waar ik wel een beetje bedroefd van word, is dat er... het is een prachtig voetbalfeest, denk ik, vandaag. Het is prachtig dat Ajax in de halve finale staat. En dan kunnen mensen zich niet gedragen. En als je ziet wat voor politiemacht er op de been moet, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Gedraag je gewoon, geniet van de wedstrijd. Laten we hopen inderdaad dat dat vanavond gewoon rustig blijft.